Het principe van een fruitboom. Fruitbomen die waren vroeger altijd heel hoog, maar waarom zijn ze nou tegenwoordig heel laag? In de jaren 60 hebben ze een onderstam gevonden en die groeide veel zwakker als de onderstammen waar vroeger de bomen op geënt werden. Daarom blijven de bomen veel kleiner. De onderstam is tot dit gedeelte. Waar deze knobbel is ontstaan, daar is vroeger een ent gezet. Dat is vergroeid met elkaar. En vanaf hier komt pas de echte appelboom. En dit is een appelboom die heel zwak is. En die zorgt ervoor dat de boom klein blijft. Toch kan het nog steeds een strijd zijn om die appelboom klein genoeg te houden. En een methode om dat te beperken is de kettingzaag. We zagen de boom niet helemaal om, maar we zagen hem een keer tot de helft in. 20 centimeter hoger, 30 centimeter hoger, zagen we hem nog een keer van de andere helft in. En als wij de boom niet te hard laten groeien, wordt hij vruchtbaarder. Wij zeggen altijd, als hij denkt dat hij doodgaat, wil hij nakomelingen krijgen. Nou, dat is ons beroep. Dus op die manier proberen wij zoveel mogelijk appels, ook van een goede kwaliteit, die voldoende licht hebben, aan de boom te krijgen.